Goedemorgen, het is vandaag woensdag 27 oktober en vanochtend om 6 uur is mijn nichtje geboren, Elisa. En het gaat goed met papa en mama. Ze is ingeleid uiteindelijk gisteren om 4 uur 's middags de eerste pil gehad. En uiteindelijk vanochtend om 6 uur is Elisa geboren. Ik ben officieel tante. Het is officieel gebeurd. Het is een prachtig poppetje. Ik heb alleen maar foto's gezien, maar wauw. Oh man, ik had tranen in mijn ogen toen ik het zag. En ik kan niet wachten tot ik er echt kan zien, maar ik denk niet dat het vandaag wordt. Ze zijn as we speak onderweg naar huis. Super fijn. Dus volgens mij is het 9:30. Toch best wel een mooie tijd. Na de bevalling, ik bedoel, het kind is nog geen 4 uur oud. En zus heeft het geweldig gedaan. Dat is alles wat ik van Hidde hoor. Hij is super trots en het is zo bijzonder om ineens een baby te zien waar je al maanden naar uitkijkt. En ze is zo prachtig. Maar vandaag is het natuurlijk vooral bijkomen en ze had al wel gezegd van ja, de ouders mogen de eerste dag komen. Maar ik denk dat ik de rest doe wanneer ik het aanvoel. En daar heeft ze groot gelijk in. Ze heeft natuurlijk een hele nacht niet geslapen. En alleen maar vol in de weeën en de bevalling gezeten. Maar ik wacht met smart totdat ik het kleine hummeltje mag vasthouden. Dus wie weet morgen. Wie weet die dag daarna. Wie weet die dag daarna. Ik kon in ieder geval niet wachten. 27 oktober. Uiteindelijk is 4 dagen te laat, maar ja, wat is nou 4 dagen? Man, ik kan nog ergens niet beseffen dat er echt een baby is. Het is nog zo gek voor mij. Maar zo leuk. Ik ga me even klaarmaken. Goedriek die ligt nog lekker te dommelen. En ik heb vanochtend al met iedereen gefeliciteerd en gebeld. En ook al mijn ooms en tantes zeggen, krijg ik heel lief berichtjes van. En ja, ik ben al een soort van een uur in een soort van waas van wow, baby, video's, foto's. En ook naar al mijn vriendinnen sturen, ik ben officieel tante. Dus dat is gewoon heerlijk. Vandaag leef ik ook gewoon op een roze wolk, ondanks dat het misschien niet mijn baby is. Het is wel mijn nichtje, mijn allereerste nichtje. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog geen idee heb hoeveel ik van de baby mag gaan delen. En eerlijk gezegd, maakt me dat er geen snars uit. Ja, weet je, het is natuurlijk, het is mijn nichtje, maar niet mijn leven of onderdeel van mij. Dus die keuze is totaal aan hun. Mocht je je afvragen waar Elisa vandaan komt. Elisa is een combinatie van beide moedersnamen. We hebben de EL van Ella en Lisette van haar moeder. En daarnaast vonden ze het gewoon een mooie naam, maar was het in combinatie heel leuk. Omdat het dus beide moedersnamen erin heeft, Elisa. En ik durf eerlijk gezegd niet te zeggen of ze een tweede naam heeft. Maar dat denk ik eigenlijk niet, want dan hadden ze het vast al gezegd. Wat zeiden ze precies ook alweer? Vanmorgen mag ik jullie voorstellen aan onze dochter Elisa. Vanmorgen om exact 6 uur geboren en ze weegt 3390 gram. Dat is 6 en een beetje, toch? Ja, 6 en een beetje pond. Ik ben zelf was ik 7 pond, dus dan kan ik het altijd een beetje vergelijken. Zojuist kerngezond verklaard door de kinderarts. Suus heeft het fantastisch gedaan en het gaat goed. Dat is toch mooi. Ik ga lekker een mooi voor mezelf maken. En ik hoop gewoon dat ze nog heel veel foto's gaan sturen. Maar anders ga ik gewoon heel veel foto's vragen aan Hidde. Want nou ja, Hidde is natuurlijk ook heel moe, maar Suus is nog veel moeier. En Hidde is papa geworden. Die moet iedere dag, ieder uur, elk moment foto's naar mij sturen. Ik heb me opgemaakt en ik ga nu even de spullen op Vinted zetten die ik apart had gelegd. Want ik had beloofd dat ik dat op de dag zou doen dat de video online kwam. En dat is vandaag, want het is woensdag. En dan was niet alles al weg voordat zeg maar, de video online kwam. Dat was een beetje het idee, want ik heb best wel vaak als ik spullen op Vinted zet. Volgens mij als je een tijdje niks hebt en je zet er dan weer spullen op, dan denkt Vinted, oh hey, ik push jou even, want dan ga je weer nieuwe dingen erop zetten. Dus dan zijn de dingen altijd best wel snel weg. Het linkje staat in de beschrijving. Dus je kan nog steeds kijken. Er staan altijd wel wat spullen op. Maar waarschijnlijk de dingen die je in de video hebt gezien, dat durf ik niet te garanderen.
Jongens, ik weet niet wat er met dit broodje is, maar het is echt niet lekker. Kijk, ik heb ook echt een deel laten liggen. Ja, ik had heel lang gewoon celery salade meegenomen. En deze, die is nu leeg. Maar, en dan dip ik het er gewoon in. Gewoon, vind ik lekker mijn brood erin dippen. En Goedriek eet het niet, dus die heeft er ook geen last van. Maar, ja, het zijn dus die, kijken, Daily France broodjes. Nou, echt niet lekker. Ik dacht misschien als ik hem er langer in doe, dus ik heb hem er zelf ook nog even langer, maar misschien is de verpakking open geweest, zat ik ook nog te denken. Want het had echt een muffige smaak aan. Ik heb spijt dat ik niet gewoon mijn normale heb genomen, maar ik dacht, nou, ik wil wel weer iets anders. Zal ik maar een chocoladebroodje nemen dan? Dit is de straf voor chocoladebroodje. Deze doos zit helemaal vol met kleding en we doen een shoplog. Hey baby mama. Ga je het ook aantrekken? You see this? Ja. I'm gonna do this and the clothes is gonna appear in the thing, yeah? Oké. Tadaa! Oké. But this is a winter clothes, right? Ja. Shall we, it's too hot to try it on? Nee. Je moet het toch ook even passen, anders moeten we het terugsturen. But if I take it off the packages, we have cats, so it's gonna get hairs everywhere. That's just the reality. Ja, maar dat gebeurt sowieso wel. She's my life. Ik denk dat alles gewoon past, want nu wist hij gewoon dat hij overal een S van nodig had. Get a big fucking box. Je zou niet meer schelden. What? No more fucking. What? The last time you saw the vlog, you were like, I really have to stop that. I said it once. Ja, één keer te veel. In 20 words is pretty good. Nee. Als hij zichzelf terughoort, vindt hij het ook altijd wel heftig. I never understand these bags, that's funny. Ja, het is wel een grote tas voor een kleine trui. Nou ja, klein. You see the one that they have, the new giveaway that they have? Nee. 3000 pounds. Ga je nou gewoon reclame zitten maken voor Boohoo? Ja, I'm a Boohoo athlete. Oh no, I'm a Boohoo. Influencer. Influencer, ja, yeah, ja. Yeah. So use my code in the description. Nee hoor, die hebben we niet. Oh ja, sorry. Nee, straks willen ze allemaal graag bestellen. Grapje. Oké, ga nou maar iets aantrekken ook. Ja, maar hij krimpt wel weer in de was hoor. Dat doen die anderen ook. They always shrink it. Ja, dat is wel echt. Maar de achterkant is heel leuk. Achterkant. En de broek ook. Speciale broek voor korte benen, toch? For short people. Ja. Nou, maar zo fijn. I'm not short, I'm not short. Nee, nee, maar ik denk, Boohoo is Engels. UK, ja. Yeah. Ja, maar die zijn ook lang, toch? They're a little bit. Not as Dutch, but they're bigger than... Portugees. Everyone thinks that I'm like 150 now. Nee, 1,76? 5. 75. Nou, ja, is volgens mij niet eens heel klein hoor. Hoef, hoef, hoef. So we are here to talk about the new Apple watch. Ja, Steve Jobs. I did not know. Groen staat wel goed hoor. Green is my color? Ja. Heel leuk. It's nice and comfy. Ja, echt leuk. Goeie koop. Another one. Achterkant. What is this? Ik weet niet, ik vind deze niet zo bijzonder. Dat is een prijskaartje. Ja, yeah, maar het says the size, right? Het is een S. Je is hebt een S? Ja. Small, fuck me. Nee, het is gewoon oversized. It's oversized? Ja. Fucking hell. Dat waren twee keer in drie zinnen. AC/DC. Kun je nummer... Ja, Stairway to Heaven. Ah, oké, oké, oké. Goed gekut. AC/DC is not Stairway to Heaven. Oh. Oh. That I know. I don't know any band names. Oké. Okay. Nou, ja, leuk. Someone asked me, because I have the same one from Boohoo, but with Nirvana. And they're like, Dennis asked me, like, yeah, tell me two songs from Nirvana. I was like, I can't even tell you one, you know? Can you say one Nirvana song? Nee, maar nee. But you're older than me. Ja. When I was born, the guy already died. Ik kan wel, ik weet wel muziek van AC/DC. We built the city on rock and roll. Nee. Kijk dit schattige poesje nou.
Hij slaapt daar zo schattig. Hier hebben wij een... Ja. Het is een beetje een dikke blouse-achtige. Ja, zeker wel. Ja. Geen idee. Ik vind het een beetje stijfjes. Eerlijk gezegd. Ik denk dat je hem beter als je jasje aan kan. Ik dacht ook dat het een jasje was eigenlijk. Ja, 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 zeker met de witte t-shirt. Ja, ja. Ja, en dan open. Heel beter. Nee, ja, heel beter. Heel beter. Heel beter. We built this city on rock and roll. Then we do like this. Oké, oké, oké. Styling advies. I paid a lot of money for this tattoo, you know? Not to keep it in the camera, that's my fucking thing. Why do you think those guys that have neck pieces, they walk around like this? Is dat de volgende tattoo? Nah. Lekker truitje. Staat mij ook goed, denk ik. Lekker warm. Lekker warm. Lekker... Stoer. Wat? Stoer. Wat is stoer? Tough. Ja. Lekker. Stoer, tough. From, ja. Vancouver. Vancouver, ja. This is my hangover hoodie. Especially for my drinking buddies out there, you know? Ja. Wanneer heb jij voor het laatst een hangover gehad? Last week I was pretty hangover, to be honest, when I went to work. Oh, ja! Toen ze je dat biertje gaven en niet vertelde hoeveel erin zat. Wat? Hoe heette die ook alweer? De sluwe... Sluwe, what are you talking about? De beer, that you didn't know how heavy it was. Yeah, Quiet Storm. Quiet Storm! Why is it called Quiet Storm? Oh, it's just a name. And I was like, it's Quiet Storm because you get pretty drunk fast. Yeah. Saturday was a rough day, yeah. Yeah. So next time I have this. The hangover hoodie. And everyone, when I see me sunglasses, they know not to talk to me. Je bent een kuikentje. Kuik, 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 ik ben een kuikentje. Ik kuik, ik kuik, ik kuik, ik kuik, ik kuik, ik kuik, ik kuik. You're a chicken. Chicken, what? Because you're yellow. Ik vind het leuk hoor, de achterkant. It's not very warm, though. De M van Marty. Man. Oh, van man. Een van de momenten waarop ik me weer bedenk dat deze man... perfect voor mij is. Meer dan perfect zelfs. Hij is niet perfect, maar wel voor mij. Niemand is perfect. Laat je dat alsjeblieft niet aanlullen. Ik was op de bank. Auw! Oh, ik steek gewoon. Oh, zag je dat? Ook niet zacht. Oh, een beetje jammer dit. Ik was aan het editen op de bank, dat wilde ik zeggen. En ik ruik gewoon al, hè, in die keuken. Ik ruik al dat er dingen gebeuren waar ik... Waar ik gewoon blij van word. Waar ik naar verlang. En dan komt dit. Op mijn schoot. Pasta met chorizo. Groente. Kaas. Alles wat je wil. Op dit moment. 6:30. Die wasmachine gaat er vandoor, joh. Dat is niet normaal. Dit ruikt zo lekker. Volgens mij is het een stoofpot met pasta. Oh, ik dacht ik ga hem compliment geven, maar hij komt er helemaal niet aan. Wat? Dit ruikt zo lekker. Ruikt. Ruikt. Wat is ruikt? Smells. Ah. Chorizo is shit, but it's not Portuguese, so I don't know. Verder denk ik dat het fantastisch wordt. Wij hebben echt zoiets leerzaams en moois gedaan. En ik zit even hier, want hij kijkt een of andere rare... schreeuwerige stripserie nu. Ik zag bij Tesco op haar story 16 personalities test staan en ik dacht, oh, dat wil ik wel een keer doen. Weet je, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat eruit komt. En het zijn iets van 50 vragen, denk ik. En je bent er vrij snel doorheen. En toen kwam de uitslag, bij mij kwam er uit Defender in het Engels. Je kan hem ook gewoon in het Nederlands doen hoor. En ik dacht echt, holy shit, deze test kent mij beter dan dat ik mezelf bijna ken. En het voelde zo lekker, want ik heb best wel een week achter de rug, wat ik ook zei, van zit niet lekker in mijn vel.
En dan begrijp ik mezelf gewoon niet zo goed. Omdat ik... Ik kan het dan heel slecht uitleggen. En ik kan het mezelf heel erg kwalijk nemen. En er was dus vorige week ook zo'n moment dat ik eigenlijk nee had willen zeggen. Maar dat ik een beetje vast kwam in de situatie. En dat ik niet teleur wilde stellen. En dat ik dus achteraf zei van... Ja, shit. Ik had ook gewoon nee moeten zeggen. Maar het lukte niet. En dan kan ik niet uitleggen waarom niet. Want ja, waarom vind ik dat zo moeilijk? Weet ik niet. En dan zeg ik maar ja, dit is gewoon hoe ik ben. Maar dan ben ik dus teleurgesteld in mezelf dat ik geen nee heb gezegd. En ik kwam ook in een situatie die voor hem niet zo heel fijn was. Voor mijn vriend. En dan dacht ik, waarom doe ik dit? En dan ga ik mezelf wat kwalijk nemen. Ga ik overdenken. In deze test kwam dat dus heel erg naar voren. Dat heel erg in mijn persoonlijkheid zit. Maar ook, wat zo mooi was, wat mijn sterke kanten zijn. En het legde heel mooi uit dat ik mezelf kan bagatelliseren. Dat ik zelfs de dingen die ik goed doe, weg kan praten. Omdat ik altijd denk, er is vast wel iets wat niet klopt. En daar wil ik het niet over hebben. En wat ik dus zeg maar vorige week niet kon uitleggen van... Waarom ik geen nee kon zeggen. En dan kom ik helemaal vast, hè, in dat gesprek. En dat vind ik dan heel moeilijk. Kon ik nu aan Godriek laten lezen van... Oké, kijk, dit ben ik. Dit ben ik. Dit ben ik van begin tot einde. En hij begreep het ineens ook veel beter. Dan dacht ik, wow. Holy shit, ik zou willen dat ik dit eerder had gedaan. Nou, hij heeft het vervolgens ook gedaan. Die van hem klopte niet helemaal. Maar ik moet erbij zeggen... Ik zal een linkje in de beschrijving zetten, want het is super interessant... Er zit wel een gevaar in die test, want het zou namelijk kunnen dat je de vragen gaat beantwoorden zoals je zou willen zijn. Maar je moet echt 100% eerlijk tegen jezelf zijn en de vragen beantwoorden zoals je bent. En dan denk ik dat je echt jezelf terugziet en dat je dus ook mooie dingen ziet. Of je dingen ineens weer realiseert die je vergeten was. Ja, ik vond het echt heel bijzonder, vooral omdat ik juist nu best wel vast zat met mezelf. En dat ik dat las en dat ik dacht, ik voelde ineens weer wat ik te brengen heb. Ja, stom is dat, hè. Het is niet dat ik dan ineens vorige week dat ik echt helemaal mijn zelfvertrouwen kwijt ben of iets. Maar het is wel dat ik zo graag beter zou willen doen. En dat ik daar dan in blijf hangen. Terwijl nu denk ik weer van, wow, kijk eens wat een sterke kanten mijn karakter heeft. En hoe mooi dat is. En tuurlijk zijn er dingen die ik kan leren, maar ik hoef me niet alleen maar op de negatieve dingen te focussen. Nou ja, mocht je het leuk vinden om te lezen wat mijn karakter precies is, dit is de Defender. Maar ga vooral even die test zelf doen. Ik zag het en ja, wauw. Ik vond het echt heel indrukwekkend. Ik heb vandaag dus weer een keer mijn haar wel nat gemaakt, maar niet gewassen. Omdat het zeg maar, ja, het was nog niet echt vet, maar... Ik wil het wel graag voor morgen krullen, want ik ga morgen een hele leuke video opnemen. Of tenminste een deel van de hele video. De rest doe ik die dag daarna. En ik kreeg een berichtje van mijn broer of ik morgen aan het eind van de ochtend bij Elisa kom kijken. En dat doe ik natuurlijk 100%, dat snappen jullie. Dus daar heb ik heel erg zin in. Ah, ik denk dat ik jullie meeneem. Ik weet nog niet precies hoe de dag gaat lopen, maar... Dat zien we morgen wel. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je weer bij de volgende video.